De koning van de Ashanti komt naar Suriname. Hij vertoeft van 22 tot en met 26 november in Suriname. In het kader hiervan heeft het Nationaal Informatieinstituut een informatiebijeenkomst gehouden over het programma. Een van de belangrijke activiteiten waaraan de koning zal participeren is een lezing. Deze geschiedt in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit en is getiteld The Role of a Traditional Paramount King in a Contemporary Modern Nation State. Volgens Miriam McIntosh, directeur geopolitieke aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is deze koning een van de meest respectabele personen in Ghana. En dat hij wordt geadieerd door de regering van Ghana. Vaak genoeg wordt er, en ik heb het ook aangegeven, ik weet het zeker, dat er op hem een beroep wordt gedaan. Als Ghana ergens voor een Nederlands woord te vinden, hoor. Een advocacy rol moet hebben in een bepaalde, voor een bepaald onderwerp, dat hij ook wordt gevraagd om te assisteren. Dus het is een king, een paramount king, die wel door het staatsbestel, door de president en door de ministers van Ghana als zodanig worden bestempeld. En ze worden wel, er was iets aan hem toegegaan vanwege eigenlijk de ervaringen die hij heeft opgedaan, internationaal, want hij heeft ook internationaal gewerkt in Canada. Dus de ervaringen die hij heeft opgedaan en ook het feit dat hij voor zichzelf ook binnen zijn Ashanti, het koninkrijk, ook rust heeft kunnen brengen. En ook onder de verschillende stammen in Ghana de rust heeft kunnen brengen. Dus het is ergens een gerespecteerde paramount king. McIntosh zegt verder dat het bij zo'n uitnodiging goed is om de regering van Ghana erbij te betrekken. Suriname heeft sinds de onafhankelijkheid goede betrekkingen met Ghana, die ook onderhouden zijn, benadrukt McIntosh. Een speciaal bezoek, een historisch bezoek voor ons, waarbij er een van de most respected chief kings, de kings van Ghana, op bezoek is in onze eregast is bij de onafhankelijkheidsviering. Dus het gaat bij ons omdat we als we iemand uitnodigen, dat we ook verwachten dat wij als Suriname, dat we de gast verwelkomen. En natuurlijk is er ook een zekere binding met Ghana, toch? Een historische binding die we hebben. En ook vanuit dat oogpunt gaan we ook iedereen verwelkomen die naar Suriname en die een gast is. Want als je iemand uitnodigt om met jouw feest te vieren, dan wordt er verwacht dat je die persoon natuurlijk ook gewoon dan verwelkomt en ook de beste behandeling geeft. Anders zou je de persoon niet verwelkomen als eregast, want hij is de eregast bij de onafhankelijkheidsviering. Tot zover Miriam McIntosh, directeur geopolitieke aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze sprak vanmorgen tijdens de informatiebijeenkomst in verband met de komst van de koning van de Ashanti uit Ghana. De koning vertoeft van 22 tot en met 26 november in ons land met een 40-koppige delegatie.